De Gendarmenmarkt is misschien wel het mooiste plein van Berlijn. De aanwezigheid van een concertzaal en twee domkerken geven het plein een imposante uitstraling. Het plein kreeg deze naam nadat koning Friedrich Willem I, de soldatenkoning, aan het plein een aantal stallen had laten bouwen voor de cavalerie. Het plein kreeg daarmee een militaire betekenis en dat moest in de naam terugkomen. Brandenburg, het land waar Berlijn deel van uitmaakte, bood vervolgde hugenoten uit Frankrijk in de tweede helft van de 17e eeuw onderdak. Uiteindelijk kwamen er 20.000 Franse hugenoten naar Berlijn. Koning Friedrich I gaf de hugenoten een stuk grond aan de Gendarmenmarkt om er een kerk op te bouwen, de Franse Dom. Het woordje Dom kan voor verwarring zorgen. Het verwijst niet naar een bisschopskerk, maar naar het Franse woord dôme, dat koepel betekent. Aan de andere kant van hetzelfde plein gaf hij wat later de Duitse protestanten ook een stuk grond voor een kerk, de Duitse Dom. Tussen de twee kerken verrees een klein Frans theater dat in 1802 werd vervangen door een groter theater, het Nationaal Theater. Dat theater brandde in 1817 af. In 1821 opende op dezelfde plek het Königliche Schauspielhaus, nu Concerthaus Berlin, dat er nu nog steeds staat. De architect is de beroemde Karl Friedrich Schinkel. Theaterbezoekers die vroeger met de koets aankwamen, hadden overdekte entree. Direct overdekt van koets naar concert. Voor de ingang van het concertgebouw staat een monument voor de dichter Friedrich Schiller. Tijdens het DDR-bewind kreeg het plein in 1950 de naam Platz der Akademie. Vanaf 1991 heet het weer Gendarmenmarkt. De mooie historische gebouwen worden omringd door saaie nieuwbouw, veelal nog stammend uit de DDR-tijd. Na de val van de muur is er wel veel geïnvesteerd in de omgeving. Het plein is nu een belangrijke toeristische trekpleister. De muzikant die er op deze zonnige middag speelt, is duidelijk niet gesteld op mijn filmische aandacht. Zou je nu echt denken dat zijn rug het mooiste deel van zijn lichaam is?